Bien, 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 enorme bien. De eerste contouren van Staten Island doeken op. En wat een zonsondergang. Ik zal in deze video net al de volle commentaar doen, want volgens mij spreken de beelden voor zich. In het pikdonker anker je en dan zal lekker worden. Bien, 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 bien en nog meer bien. Het verschil met de Falklandeilanden kan qua natuur net groter. Het is correct een sprookje. Maar vanzelfs kristalhelder wetter. Tje, het tweede gedeelte leidt achter die brievenbus. Rechts. Het scheelt haast neer. Die passage mag dienen worden op de kentering. Zo het stroomt er door die gaten heen als het heegwater wordt. Thank you.
ankerplak. Van het water van dit rivierke hel ik 160 liter op. Ja, dat witte de boppen, dat is nog sneeuw. Dit is dat rivierwater. En deze jongen maakt het er drinkwater van. Omheeg. Heger. Nog heger. En nog een stuk heger. Ja, daar rechts onderin, daar is de brievenbus in zicht. En daarachter de trogong in het stikdonker. Maar het kan nog heger. Voor mij even het heest. Bij maar lietse plantjes. En dit is de oorkant van de hege regel, Puerto Pari. Rechts. Diep naar binnen leidt die marinepost.
zonder waarbericht de Lemaire-streerte oorstekken. Het is een gokje, maar het pakt goed uit.